gebeurt hier nou? Het trein rijdt achteruit, want de lok zit aan de verkeerde kant. Maar het is heel vreemd. Ja, dat zoiets heb je nog nooit gezien. Elke dag komen er meer dan 1 miljoen ton aan goederen de Rotterdamse haven binnen. En elke dag reizen tonnen goederen via het spoor verder Europa in. Keifoek is daarbij het zenuwcentrum. Hier worden de treinen samengesteld en verder Europa ingestuurd. Want alles gaat over Keifoek. De heuvel op Keifoek is het symbool van eenvoud en vernuft. Hier komen oude en nieuwe technieken samen. Een knuppelaar, zwaartekracht en digitale technologie sorteren dagelijks honderden wagons uit op weg naar hun volgende bestemming in Europa. Nou, als de trein mijn gebied inkomt, hij draagt een bepaald nummer met zich mee. Dat nummer wordt herkend door het systeem. En ik heb dan een dienstregeling in mijn systeem zitten waar hij binnenkomt en waar hij naartoe moet. Het systeem die ziet dat trein aankomen, hij ziet het nummer. Hij kijkt in het plan, dit is die trein. Dan gaat hij alle wissels vastleggen. Als alles gecontroleerd is en klopt, dan wordt het trein veilig gezet. Dan kan hij trein binnenkomen. De heuvelen, dat is dus de geautomatiseerde sortering van treinen. De lok wordt dan door het heuvelsysteem overgenomen. De heuvellok gaat erachter en dan wordt hier de heuvel opgeduwd. Dan worden de wagens losgeknuppeld waar de scheidingen moeten zijn. En dan worden ze door het systeem eigenlijk uitgesorteerd door middel van zwarte kracht. Rollen vanzelf de heuvel af en dan het systeem stuurt ze naar de juiste vertrekspoor. Op Keifoek kunnen de wagons op 43 verdeelsporen uitgesorteerd worden. Dat worden dan 43 verschillende treinen voor net zoveel bestemmingen in Europa. Nou, wij rijden treinen naar Mainz en dan kan je aan 2 kanten van de Rijn kan je rijden. Dan heb je aan de ene kant heb je het water en aan de andere kant rij je door de dorpjes heen. En zeker 's nachts en 's avonds met alle lampjes, de ondergaande zon, de hoogstaande maan en alle bedrijvigheid die daaromheen is. En dan rij je dan op je gemakje tussendoor. Het vervoer op het spoor is, wat voor mij interessant is, is de afstanden rijden naar andere plaatsen, andere bestemmingen. En vooral het zware vervoer en de dingen die je meemaakt onderweg. Het is heel erg effectief. Ja, wat ik zeg, als je dat allemaal met de lok moet gaan doen, op en neer rijden. Ja, dan ben je 1,5 uur per trein bezig, terwijl je een trein uit kan heuvelen in 10 minuten. Het is moderner geworden. Heel vroeger reden we nog met armseinen en trekdraden. En tegenwoordig is het allemaal computergestuurd. Betuwe route havenspoorlijn is een ERTMS baanvak. Het modernste wat er is op dit moment. Dat is wel een vooruitgang. De wegen slippen dicht in Europa. En ik denk dat een heel goed alternatief is het spoorvervoer. Rond 800 wagons per dag worden geheuveld. Dus 800 per dag rollen van de heuvel. Ik denk alles wat je kan bedenken, alles wat je in de winkel ziet, consumentenproducten, ja, dat, van alles. Naar Italië, naar België, naar Frankrijk, Zwitserland, dat gaat door heel Europa. Naast al het staal van wissels en rails zit het spoor vol met de modernste techniek. Techniek die onderhouden moet worden. In aflevering 3 zien we de mensen van Structon aan het werk.